Hey, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met Shanoe. Hallo. En we hebben vandaag een hele speciale video, want we kijken hier echt al ruim een maand naar uit. Ja. We gaan namelijk onszelf omtoveren tot een god, emo, een soort van... Gewoon een hele andere stijl dan we normaal dragen. Ik heb alle items op AliExpress besteld. Natuurlijk is dat een site waar we heel veel liefde voor hebben. Ja, we maken allebei graag AliExpress video's. En we hebben op jouw kanaal ook een video gemaakt. Daarin had je me omgetoverd tot... Wat was het? Een e-girl. En tegenwoordig zijn zulke extreme makeovers best wel populair. Ja, Fisco Girl. Maar ik was gewoon heel erg benieuwd hoe zo'n stijl ons zou staan. Of ons compleet anders zouden voelen. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg benieuwd. We hebben nep tattoos, shirts, accessoires. Het wordt niet extreme, maar meer kijken of het überhaupt leuk vindt. Ik vind het echt amazing. Ik ook. Dus laten we maar snel gaan beginnen. Ik heb hier al twee shirtjes op mijn schoot liggen. We hebben dit shirt met een Disney prinses erop. Helemaal omgetoverd tot eigenlijk god. Ik weet niet welke jij wilt, maar... Even deze. Ja, en dan hebben we er ook eentje met Angel. Zo cute. Die zijn allebei leuk. Een beetje wat duisteren. En het leek me leuk om dit dan aan te doen. En dan te beginnen met de plaktattoos. Yes, oké, let's do it. Nou, surprise. Heel wat tattoos. Zoveel. Even kijken wat er allemaal is. We hebben heel veel wat met bloemen. Dit is een beetje gewoon echt een moderne tattoo. Ja, zeg maar, dit vind ik oprecht nog wel leuk. Oh, die is paars. Oh, met engelen. Dit is echt iets voor jou. Ik zag deze en dat past echt bij jou. Oh my god, die ga ik sowieso doen. En ik ben wel echt benieuwd hoe de sleeve mee staat. Met kleur is ook heel mooi. Oprecht nog best wel mooi hoor. Maar ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien als je het op je arm hebt. En hier is ook nog een dame. Maar we hebben dus vier sleeves. Dus we kunnen allebei twee sleeves doen. Ja. Oh, ik heb nog een vijfde. Wacht. Zelfs nog een vijfde? Ja, voor als het misgaat. Ja, je moet me even helpen. Zo. Oké. Nee. Yeah. Oké, dan ga ik een natte vaatdoek erop doen. Ik ben echt benieuwd of het überhaupt erop komt op mijn arm. Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat dit echt best wel heel slap moet worden. Mm-hmm. Dus even goed veel water. Ik ga echt stuk. Oh my god. Dit is toch best moeilijk trouwens om zo'n grote er goed op te krijgen. Ja, want sorry. Maar niks uit. Lek maar. Stop maar water. Even kijken. Ik ben dus bang dat het hier, want hier... Ja, joh, boeien. Scheurt hij ook een beetje. Ja, normaal gesproken is een tattoo set, doe je ook niet die sleeve in één keer. Dus dit is ook eigenlijk heel onlogisch dat je in één keer... Het was handiger geweest dat ze hem zeg maar in stukjes hadden verdeeld. Maar het is Ali, hè? Ja, dat is waar. Even kijken. Het doet pijn. Een naald. Oké. Hierboven nog misschien. Begint hij hier niet al? Oh ja. Oh ja, nice. Het gaat al best wel goed. Ja, nice. Oké, ik ga hem er heel langzaam voor je afhalen, ja? Ja, en als hij scheef is, dan maakt... No! Oh. Wacht, ja, dat boeien. Ja. Ik ga toch bewegen met mijn arm. Zo, het lucht eruit. Ik vind het best gewoon... Mooi, het is best wel mooi gelukt alsnog. Oh my god. Wow, joh. Wat is dat? Oh my god. Oh my god. Het ziet er ook echt gewoon fucking cool uit. Ik heb gewoon een sleeve. I love it. Die bloemen. It's beautiful. Oké. Nou, dan ga ik nu je andere arm doen. Nog een sleeve. Dit is echt zo zettend. Dit is gewoon ASMR. Kijk. Oh. Ach, gaat goed. Aan de zijkant. Ach joh, zie je niet. Ik vind die andere er realistisch uitzien. Ja, ik vind die andere mooier. Ja, ik vind deze mooier dan die ook. Ik wil denken op deze arm of deze. Dit voelt zo raar. Ja? Ja, dit is echt gek. Het plakt echt heel erg. Oh my god, het staat jou ook wel echt heel badass trouwens, tattoos. Het gaat je heel cool staan. Niet alles pakt mooi mee, maar... Dit kan je gewoon glad strijken. Dat is nummer 1. Oh my god. Arm recht houden.
I love deze video. Dit is gewoon ASMR. Even kijken. Vet. I love it. Het is echt heel grappig. Ik vind deze cooler dan die andere. Mijn zijn heel donker. Heerlijk. Ik vind deze echt leuk. Deze ja, die staat er heel mooi. Even mijn nek zo houden dat ik kan drogen. Ja, het zal toch niet heel mooi. Oh my god! Oh my god. Nice. Grappig. Oh, it looks so good. Oh, nice. Oh. Vet. Grappig. Nou, dat waren de tattoos, denk ik. Ja, ik denk dat we zo wel goed... Verzadigd zijn met tattoos. Ja. We hebben heel wat accessoires. We hebben twee kettingen. Ik weet niet welke jij zou willen. Deze is wat bedekkender, toch? Ja. Als jij die doet, want jij hebt daar geen tattoo. Dan doe jij die. Ben ik nou aan het slopen? Ja. Heb je hem gesloopt? Ja. Je hebt safety pins. Heb je hem? Ja. Ah, perfecte oplossing. Nice. Oeh, it looks really good. Jij mag deze in, want jij bent een engelenliefhebber. I love it. Ik heb een soort van spijkerachtige oorbel. Die vind ik heel stoer. Heb je deze al? Het is een slangenring. Hij is oprecht heel vet. Oh. Ik zie jou dat ook gewoon nog dragen. Ja, ik ook. Ik vind deze ketting ook heel cool. Kijk, al die lagen. En dan... Hij is echt vet. Oh, wacht. Vet, deze moet ik hier doorheen. Ja, zo. Leer. Ik ga even mijn ring afdoen. Hij is een beetje groot, maar dat boeien. Heb ik nog meer of was dat het? Ik heb nog een soort van neuspiercing. Maar goed. Zo mini minuscule. Kan jij mij eruit krijgen? Heb jij twee gaatjes in je oren? Ja. Kan je die safety pin open doen? Oh, het zijn er twee. Ja. Jij één, ik één? Ja. Krijg ik maar één. Doe al zo. Oh nee, dat moet ik zo. Zit die? Ja. Of niet vallen. Val even tussen de stoelen. Oh my freaking god. I like it. Deze makeover is zo geslaagd. Wow, joh. Wat vind jij er zelf van? Ik vind het oprecht echt heel erg leuk staan. Ja, bij ons allebei. Maar ik vind dat jij het ook kan hebben. Het is misschien heel erg too much natuurlijk, nu met alles. Ik zou me best oké voelen als ik er gewoon zo uit zou, zeg maar. Ik vind het niet eens best oké. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk staan. Ik voel me heel, ja... Comfortable. Ja, en best wel badass ook. Ik vind het echt heel erg nice. Het is echt iets voor jou, vind ik. Ja, ook wel. I like it. Maar ik vind het dus bij jou ook heel erg stoer. Ik vind het heel gek. Ik vind dit wel vet. Ik zou niet, zeg maar, heel snel hier een tattoo willen nemen. Hoe staat bij jou die neusring? Oh, nou, die heb ik hem even uit, want hij kriebelt. Ah, ja. Wel, hij kriebelt te veel. Gaat hij hieruit? Oh, ik voel hem helemaal niet. Ja, ik maar je hebt best wel een klein neusje. Ja, ik heb best wel een groot neus. Hij is eruit gewoon mijn boeien. Nee, ik vind het wel grappig. Ik was ook altijd benieuwd hoe een sleeve me zou staan. Ja, same. Ik denk niet dat ik heel snel een sleeve zou nemen, maar als ik er eens ooit zou nemen, dan zou het echt wel op mijn onderarm zijn. Dat vind ik dan nog wel wat subtieler. Dit is echt too much, vind ik. Ja, ik vind het uiteindelijk bij mezelf een nektattoo heel cool staan. Ik zou dat best wel vet vinden, om dat echt te hebben. Ja, ik heb je op ideeën gebracht. Yes, ik ben al een beetje tattoo verslaafd. Ik wil er heel veel, maar... I'm in love. Ja, het staat je echt heel vet. En dat van AliExpress ook allemaal. Het ziet er allemaal echt goed uit. Ja,
ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden en of je ons dit vindt staan. Rocken wij dit? Of is het echt zo dat je denkt, nee. Ik vind het vorige keer wel leuk eigenlijk. Het is heel leuk om, helemaal voor het geld, om het een keertje uit te proberen. Dus ik raad het er zeker aan. Wil je weten hoe je er zo uitziet? Bestel het gewoon op Ali. Why not? Helemaal met tattoos. Ik vond het geslaagd. Ik ook. Heel erg. Hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken. Check zeker Shanoes haar video, waar we een compleet andere stijl echt hebben. Echt gewoon gesteld. En bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei! Doei! Oké.